Goedemorgen, het is woensdag en het is 8:30. Ik ben wakker. Ik heb echt, mijn nagels zijn langer dan ooit. Dit is dus, ik had die gel lak op. Zeg maar, ik wilde dus, hi, mijn slaaphoofd. Ik wilde op Schiphol, toen we op vakantie gingen, een nieuwe gel lak laten zetten. Maar het lukte niet, we hadden geen tijd meer. En toen dacht ik, ach, dat doe ik wel eventjes. In Jamaica, dat zou vast wel goedkoper kunnen, maar dat was niet mogelijk. En manicure was heel erg duur daar zo. En toen dacht ik, nou ja, laat maar. Toen heb ik die gel lak er vanzelf een beetje half afgepulkt. En mijn nagels zijn zo hard sinds die zijn ook heel hard gaan groeien daar. Ik moet ze nu afknippen, want ze zijn gewoon te lang. Ik kan gewoon niet eens maar goed typen. Dit is zeg maar mijn max. Mijn planning voor de dag. Ik moet om 10 uur bij de afro-winkel zijn. Nou, eigenlijk, het is nu 8:30. Ik moet nog douchen en me klaarmaken en zo. Ik wil proberen hiervoor nog even een vlog te editen. Dan moet ik bij de ortho zijn. Dan naar Amsterdam. 12:30 moet ik iets filmen met de schrijver voor een campagne. Dan om 2 uur mijn extensions zetten. Dus ik moet hier extensions kopen. Die zijn hiervoor. En dan heb ik vanavond eten met Food Gloss Team. Ik heb mijn haar even gewassen, want die extensions worden vandaag gezet. En ik dacht, dan moet het natuurlijk squeaky clean zijn. En ik denk, dan is de eerste laag van haarverf eraf. Ik weet niet, voor degene die ook hun haar een beetje paarsig verven. De eerste laag is best wel, ja, snel weg, na 1 wasbeurt al. En ik dacht, ja, het is best wel een gedoe, want ik moet extensions hebben in precies deze kleur. Maar die kleur vervaagt vrij snel. En ik heb besloten dat ik toch maar misschien iets donkerdere kleur ga doen. Of althans, de kleur die het nu is. En waarschijnlijk is hij op een gegeven moment dan iets donkerder dan mijn eigen haar. Maar dat is op zich niet zo erg, want het zit toch achterin hier. En dan door mijn haar heen. Oh ja, trouwens, ik gebruik nu als dagcreme Lancaster Sun Control. En die had ik ook in Jamaica iedere dag op mijn gezicht. Dit is, ja, dit was van Dubai. Zeg maar zonnebrandcreme voor het gezicht. Die je gewoon als dagcreme kan gebruiken ook. En het is serieus de enige zonnebrandcreme waar ik geen puistjes van krijg. Ik was zo blij. Na Jamaica ook. Ik smeerde hem zo vaak op. En gewoon helemaal puistvrij. Yay. Ik ben opgemaakt en ik heb mijn haar even gefeund. Zodat ik echt precies de goede kleur heb. En ik heb trouwens deze jurk aan. Die van LA. Yay. Ik ben zo gek op deze jurk. Dit is weer dat ene stofje van de jurkjes in Cannes. Van gewoon alle perfecte jurkjes die perfect zitten. Ik ga naar de afro-winkel voor mijn haar. En daarna gelijk door naar de ortho. Ik heb even oordopjes gehaald bij de HEMA. Want ik kan mij er echt niet vinden. Ik heb ze zo vaak nodig. Ik ben in de afro-winkel. Yay. Het is lekker rustig. Mijn favoriete winkel in Den Haag. Ik zit haar uit te kiezen. Kijk. En we gaan waarschijnlijk voor deze. Mijn droomkleur is dit. Nee, ja, dit zelfs. Dit vind ik zo mooi. Maar het is nu meer een beetje dit. Het zit tussen deze twee kleuren in. Als ik het zo bij mijn hoofd houd, dit is de donkere kleur. En dit is de lichtere, rodere kleur. Maar ik weet gewoon dat mijn haar op een gegeven moment hier, het is nu al bruiner dan dat rode. Tot dit is beter. En de rest is allemaal te rood of heeft zeg maar dip dye of iets wat leuk is voor verlenging, maar ik doe verdikking, dus dan staat dat gek door mijn eigen haar. Eigenlijk, hè, zou ik dit een keer willen. Dit is zo vet. Ik ben weer thuis, althans in de auto, en ik moet nu naar de ortho. Ik ben eigenlijk veel te vroeg, 1:30 te vroeg, maar dat is mooi, want ik moet tanken en dat kan ik gelijk nu doen. Hey, ik ben bij de ortho. Ik ben 25 minuten vroeg. Gelukkig heb ik mijn laptop mee, dus kan ik een beetje werken. Ik kwam geen tankstation tegen, dus dat moet ik straks maar doen. Oh, ik zie sterretjes. Oh nee, 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 niet meer. Ik heb 2 pillen ingenomen, maar ik... Daar ben ik weer. Paracetamol werkt gelukkig. Alright, daar gaat ie. Nou, dan gaan we het eerst passen. Het is een beetje best wel wennen, want het zit in, voor je gevoel denk ik, heel strak. Nou, per bitje vraagt het zeg maar 2,5 week, dus je krijgt er 2 mee. En dan zien we je over 5 weken zien we je weer. Ja. De volgende keer gaan we een paar lijmbolletjes op je tanden en een kiezen plaatsen. Dat zal ik je dadelijk eventjes op het scherm laten zien. Oh, spannend dit. Dus nu valt het allemaal nog wel mee. En als die lijnbolletjes erop zitten, dan moet het daar overheen. Dus dat is wat lastiger met in- en uitzetten. Ja. Dus dat is even. Nou, ik
Ze zijn heel mooi uitgesneden, precies allemaal langs de randjes van je tandvlees. Dat ze daar niet tegenaan komen. Nou, hoe zit dat? Ja, oké. Okay. Ik voel het wel. Ik slis er helemaal door. Ik kan niet normaal praten. Ja. Nou, op zich, de meeste mensen slissen er eigenlijk niet mee. Misschien is dat heel even wennen. Ja. Ja. Je mag ze zelf eens proberen uit te doen. Okay. Voor je. Je begint achteraan, dan zit je nagel onder en dan rustig aan naar voren. Haal je hem eruit. Oh, dat valt er mee. Ik dacht dat het heel ingewikkeld was. Nou hoor, het is heel simpel. En nu zitten ze nog wat strakker. Maar na een paar dagen zal je merken dat ze gewoon veel makkelijker uitgaan. Dat valt echt mee. Ja. Nou, gewoon schoonmaken met tandenborstel en tandpasta. Nummer 1, de aligner is geplaatst. Nou, die gaat Marcia de eerste komende 2 weken dragen. En dan krijgt ze nummer 2, heeft ze ook al mee. En dan is het de volgende keer, Marcia, is het een wat langere behandeling. Hè? Want dan gaan we die attachments, die kleine aangrijpingspuntjes er ook op plaatsen. Gaat dat zo lukken? Ja, ik denk het wel. Goed. Nou, succes. Ja, dankjewel. Het zit heel gek en mijn lippen zijn, worden er ook een beetje droog van. Dus ik moet even mijn lippen goed invetten, want ik merk dat ze blijven hangen. En ik praat een beetje slissend, maar ik denk dat ik daar nog aan moet wennen. Ik merk dat ik wel een beetje aan begin te wennen, maar ik moet de S iets anders uitspreken. Want het is slissend en als ik hem achterdoes, dus, ja, oh, dan word ik straks die oude man van Family Guy. En echt super lief, mijn orthodontist heeft dus geregeld dat ik hem deels gesponsord krijg. Omdat ik dus vlog en het laat zien en dat vindt hij heel cool. En dat vind ik zo lief, dankjewel. Dat veel mensen toch mijn video's kijken en ja, je ziet nu eigenlijk de voortgang van mijn tanden en hoe dat dan gaat en zo. En ja, ik ben ook benieuwd, hoe het zou gaan met mijn tanden. Het is nu, het is echt even wennen. Ik zit ook de hele tijd te slijmen. Amsterdam bij de Overtoom. Ik ben er bijna. Er roept niemand open bij het adres waar ik moet zijn, dus ik moet nu gewoon in mijn computer opzoeken of mailen hoe. En sowieso even opzoeken, volgens mij klopt het adres wel. Maar... Goed, het is de straat hiernaast. Maakt niet uit, maar nu ben ik mijn autosleutel kwijt. Lekker dan. Nou, ik ben er. Hallo. Hallo. Dag Marcia, ik ben Juliette de Wit en ik ben illustrator van heel veel kinderboeken. Ja. Ik geloof bijna 400, maar ook voor grote mensenboeken. En ook wel eens voor verhalen voor jongeren. Ja. Dus eigenlijk voor alle leeftijden. Kijk, hoeveel boeken hier. En wij gaan samen wat leuks opnemen voor Zo Heet Nederland. Spannend. Ja, dat gaan we zo doen. En hopelijk zetten we veel mensen aan het denken ook. Ja, dat is de bedoeling. Ja, dat de hersentjes gekraakt worden. Leuk. En de zinnen geprikkeld. Ja. Alright. Als je iets meer aan mij wil komen. Zo. En dan ga ik zitten achter. Ja, we gelijk. Oké, ik introduceer. Nou, we hebben het gefilmd. Ik had even mijn dingetje uitgedaan, want ik kan nog steeds niet helemaal goed praten. Ik moet er nog even aan wennen. Het was echt heel erg leuk. Ze heeft heel veel kinderboeken getekend, geïllustreerd. En het was heel bijzonder om dit zo op te nemen. Gewoon heel serieus, maar ja, ik ben benieuwd wat jullie allemaal gaan zeggen over de video en de reacties. Mijn afspraak namelijk naar Esther om mijn haar te doen. Ja, het is wel een dag van veranderingen, tanden, haar. Maar mijn haar is gewoon echt... We zeggen dat esthetisch, maar dit is dan zeg maar noodzakelijk. Maar goed, ik kan nog steeds niet goed praten. Nou, hoe toevallig. Ik zit net te appen met Vera Camilla, over iets. En nu rijd ik naar mijn afspraak. Ik denk, hé, dat is daar. En dat blijkt, dat is ook gewoon waar Vera woont hier. Hoe grappig is dat? Ik ben onderweg naar Esther en die gaat mijn extensions weer inzetten. Nou, ik ben bij Esther. Hallo. En we gaan de extensions nu zetten. Ik heb een beugel erin. Ik had dus ringetjes voor de zekerheid meegenomen, maar... Ik denk dat ze nodig zijn. Ik heb bruine, dus... Oh ja, ik heb ook bruine gedaan. Oh, ja. Dus kan jij deze hebben en dan voor de volgende klant of zo. Ja, goed. Dit is wat eruit ziet. Dit is human hair. Het is heel zacht en glad. Kan je nog krullen ook en zo, toch? Ja, alles kun je ermee doen. Ja. We gaan nu filmen. Ik zit even te kijken hoe ik de camera precies neerzet. Zo. En dan zo. Ik wil het zo laten zien. Ja. Je hoeft ook niet een heel klein plukje te gebruiken, maar een vrij groot plukje is prima. Nou, mijn haar is net gedaan. Ik heb er dus een aparte video over gemaakt. En die zien jullie binnenkort. Ik ben er heel blij mee. En ik ben bij de Elandsgracht. Hier ga ik met Francis en Daan eten, maar ik ben ruim 1,5 uur te vroeg. Dus ik kan even mooi werken, want ik heb mijn laptop mee en ik heb nog steeds niet echt veel kunnen doen. Dus ik ga hier op een terrasje zitten. Francis! Hey. We gaan zo eten gezellig bij, hoe heet het ook weer? Baltasar
keuken. Bassoor's keuken, ja. Ja. Ons voorgerechtje. Hoi Daan. Zo. Het hoofdgerecht is vlees. Yay! Weet je waar we eigenlijk een etentje hadden? Foodclass is 1 jaar. Yay! Nou, vorige week, maar... Ik was op vakantie. Dus nu het gevierd. Yay, gezellig. En het gaat zo goed. Voor degenen die het nog niet kennen, YouTube-kanaal Foodclass. Dat is van Francis. Kookvideo's. Eten. Lekker. Jam. Ik moet zeggen, ik heb echt een beetje... Dat randje hier voel ik. Ik ga hem zo meteen even veilen. Weet je wat ik me net besef? Ik kan nu maar bij door velletjes. Ik ben thuis trouwens. Het is 10 uur bijna. En ik zie de mails van vandaag. Poefje is denk ik naar de sportschool. Ik ga eventjes mijn mails doen. Poefje is thuis. En ziet mijn tiende. Ja. Nu lijkt het gewoon alsof er heel veel tandplak op zit. Nou niet tandplak, meer slime. Zien jullie thuis als ik het uithaal? Ja, doe eens. Lijkt net of je je tanden eruit trekt, zeker, of niet? Ja. Ja, dat is precies wat ik... Ze voelen nu ook helemaal wankel of zo. Ja. En als je erop koud, lijkt het heel gevoelig. Ja. En alsof ze helemaal niet recht zitten of zo. Dan moet je niet... Weet je wat ik ook besef? Ik kan dit nu doen. Ik kan niet bijten op mijn velletjes. Super, high five. Oké, wij gaan slapen. Het is middernacht. Mijn tanden beginnen nu wel erg pijn te doen. Ik voel alsof ik zo'n grill heb. Maar dan... Ja, die heb je wel eens in. Nee, maar van plastic gewoon. Yeah. I know. Ik ga ook mijn in zo'n... Hij slaapt ook met een beetje tegen knarsen. Ja, dat is wel heel iets anders. Maar toch. Ja. Nou, welterusten. Doei. Dit is hem. Hij ligt 6 weken nu in de winkel. Hij is extra dik. Kijk. En er staan allemaal verhalen.